En Klaas en Morder in Blokhuis Actiemarkt. Anderhalf jaar bezig voor het sparen van de bus. Ja. Was dit nodig? Nou, het was erg nodig. We hebben momenteel de bus die is van 2003. Het Blokhuis is hier geopend in 10 jaar geleden. We hebben morgen ook eigenlijk min of meer 10 jaar bestaan. De bus is toen tweedehands gekocht en de bus is gewoon op in feite. Het is een bus zonder airco en er komen tal van gebreken aan. En toen werd het op een gegeven moment, anderhalf jaar geleden, het idee geboden. Omdat er eigenlijk zoveel acties worden gehouden in de muiden die eigenlijk ook over de grenzen gaan. Toen was het, waren er gewoon een aantal mensen die zeiden van nou, moet er ook mogelijk zijn om zoiets te realiseren voor de bewoners van Genemuiden zelf. En vandaar is die actie begonnen. En wat is er zo, gebeurd in anderhalf jaar tijd, Sophie? Ja, kijk, het is altijd erg moeilijk dus om naam te noemen en om stichting te noemen die gedoneerd hebben en gesponsord hebben en zo. Maar in totaal is eigenlijk alle acties die er zijn geweest. Dus onder andere ook hebben wij er gestaan op, met de kerstmarkt, met de Montalente samen. Dat was gewoon hartverwarmend. Er zijn bedrijven geweest die gewoon spontaan gedoneerd hebben. Er zijn particulieren die gewoon een envelopje van 20 euro bij je mannen door de brievenbus gooien. Iemand die was zoveel jaar getrouwd en die had al zijn cadeaus, wat hij aan geld gekregen had, dat gaf hij in de bus. Dus het is gewoon breed gedragen. Dat zie je dus wel iedereen naar buiten, dat echt een breed gedragen iets is. Ja, ik denk als wij hier morgen de markt houden en zo, we hebben dus een voorverkoop gehad van zalm en advocaat. Dus er zijn 130 zalm verkocht en 100 pot advocaat. Nou, er zijn nog wat 30 gerookte zalm zijn, dus liggen er ook nog en er zijn nog wat pot advocaat. Maar dat is allemaal in bestel en die mensen die worden dus morgen allemaal hier op de markt, worden morgen allemaal afgehaald. Dus, ja. We hopen dus dat wij mooi weer hebben en dan zijn we in principe niet bang voor dat morgen de markt goed bezocht zal worden. Hoe laat begint de markt? De markt begint om 10 uur en dan zit om 1 uur, plus minus 1 uur, dan zingt het kinderkoor Uniek. En de fanfare uit Assel die heeft dan morgen nog een 25 kilometer loop, die komt hier nog even spelen. Daarna dan worden een aantal checks uitgereikt om meer van vorige week van het G-team van de verloting te stellen voor het Blokhuis bestemd. Morgen dus uitgereikt. En dan hebben we van alle drie hebben we dus een verkoopjobbot. En daar hebben we onder andere een 45 vierkante meter PVC gelegd. Gerealiseerd en alles erbij, helemaal compleet. Dus als er iemand is die zegt ik ben nog op zoek naar PVC, dan moet die morgen met half drie echt even langskomen. Morgen hebben we plantenmarkt erbij. We hebben gebakken vis, eten doen mensen ook niet thuis, dus morgen kun je voor alles in feite terecht. Is dit de laatste actie? Nou, in principe is het morgen de actie, was eigenlijk de bedoeling dat de afronding min of meer zou worden, maar op 1 juli is er nog een gebeurtenis in. En dat is eigenlijk dan, dat is na de tijd nog weer spontaan gekomen en dat is dan eigenlijk het laatste. Dus dan is een ander goed doel aan de beurt. Henk, succes morgen en ik hoop voor jullie dat die bus uiteindelijk echt komt. Ja, ik heet iedereen hartelijk welkom. Vanaf 10 uur is, ik zou zeggen, kom ons bezoeken op het Blokhuis.